Ik had moeite met lezen en schrijven. Dat komt omdat ik op de kleuterschool achterliep met andere kinderen. Als de lesstof te moeilijk werd, dan mocht ik een kopje koffie halen van de juf. Of een keer een kleurplaat maken. En dan dacht ik, oh, ik ben heel speciaal. Maar niemand mocht dat, behalve ik. Later besefte ik ik ging ieder jaar over, maar dat was omdat ik ouder werd, maar niet omdat ik zo goed kon leren. Ik vond dat het nodig was, dat ik als ouder zijn mijn kind kan begeleiden. En dat ging niet meer. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan, naar de maatschappelijk werk en vandaar naar het ROC. Want ik wilde samen met mijn zoon leren en samen groeien. En dat ging toen niet meer, dus ik moest iets gaan doen. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik heb eerder gedacht, had ik het maar eerder gedaan. Want daar wordt je wereld zo groot van. Dat je zelfstandig door het leven kunt. Niet anderen nodig hebt, omdat je dingen niet kunt.